Hallo iedereen, we zijn er weer met een nieuwe video en vader heeft wat gevangen. Was wel een koolblaadje waarschijnlijk. Foto. Foto. Misschien is dit wel het enige dat we vangen. Maar wie weet. Hij is best mooi. 16 centimeter. Dus waarom film jij niet terwijl ik teruggooi? Weet je wat? Nee. Ik hoef niet gefilmd te worden, want ik kan gewoon zo. Hoe ver kan ik ook gooien? Nee, grapje. We gooien geen vissen. Dat is een leugen. We gooien soms wel vissen, maar niet zo. We gaan niet zo. Hoei! En als het goed is, komt Vichel straks ook. Dus stay tuned. En dat gaat sowieso op YouTube, want ik heb al een paar video's gehad die niet kunnen. Maar tot nu toe, succes. Doei. Vis, groot. Nee, niet echt groot. Niet echt groot. Groter. Ja, oké. Okay, ja, okay. Hey. Het is geen giant. It's a fish. It's a bloody fish. Nou, dit is een sterke jongen die best hoor, met vorentje. Voren, ja. Ja, maar kan ik even een hengel leggen? Wat denk je? Ja. Haak maar. Kom. Haak maar. De haak maar. Nou, ja, het is niet. Is het goed voor Nederland? Nee, die gaat er overheen. Oh nee hoor. Vorms zijn best agressief. Hij heeft, heeft het in ieder geval niet zo erg doorgesleept. Maar we hebben net weer een ijsvogel gezien. Dus dan zet mijn ijsvogelteller op 8. Dus kom naar Flevoland, kom naar Lelystad, kom naar de Kempenaar, kom naar Bulpark. Stik hier van de ijsvogel. In ieder geval nu. Welke datum is het vandaag? Het is woensdag 19 oktober. Kom in oktober hier. Wil even. Zo. En hoe lang is hij? 20. 20 en een hele klein stukje. Nog één keer kijken? Ja, tuurlijk. Want het is best een grote vis. Misschien niet zo groot als de brasem of snoek. Nee, ze worden groter. 21. En ze worden groter. 5 centimeter erbij. Kan je even een foto van hem maken met de vis? Fotoknopje. Dit kost allemaal tijd, jongen. Kom op nou toch. Hoe verzin je altijd dingen die tijd kosten? Ik heb me helemaal niet aan. Zo. Kom op jongens. Again, we gooien geen vissen terug. En zetten ze terug. Zo zet je een vis terug. Swipe de teller. Hopelijk meer te komen. Doei. Vis en Vichal. We hebben 2 vissen. We hebben Vichal. En hij ontwaakt de vis. Om te zien, want hij heeft dit nog nooit gedaan. Ja, wil jij dit even zien? Want hij zit in zijn tong.
Volgens mij hebben vissen niet echt zoveel tong. Jawel, ze hebben wel een tong. Ja, maar niet zoveel. Dat zei ik. Maar Fiso, je bent er weer. Zeg eens hallo. Hallo. Hey, dan moet je nou eens van dichtbij kijken. Ja. Dit is een prachtige vis eigenlijk gewoon. Dat is niet Hier, ik maak wel een foto van jou, Fiso. Ja. Hij is, even kijken. 14. 14. Ja, we maken hem. 15. 15? Ja, we maken hem 15. We ronden hem af op 15. Ja, maar, Fiso? Ga eens even passeren ermee. Ik weet hoe je dit moet doen. Gewoon zo in je handen pakken. Zoals ik nu mijn telefoon vastpak. Ja, moet ik even voordoen? Ja. Gewoon zo. Lelis is kampioenschap viswerven. En dan van de vis zelf. Oké, dan volgt. Oké, zo. Zet hem maar even terug. Niet gooien graag. Nee, ik doe het voorzichtig. Want een YouTuber die doet het. Zo rustig. Ja. Ja. Kan dus ook gewoon zo een beetje. Ja, een beetje erin gooien. Nee, no time to waste. Gooi je. Ja. En, ik heb niet eens kans gehad om mijn zeun te zetten. Want ik had al gelijk beet. Ja, ik echt maar ik zet jullie aan wanneer er weer wat is. Op deze weg is er gewoon wat. Er is gewoon wat. Hallo iedereen, we zijn er weer. Waarom heb ik hallo iedereen gezegd? We hebben weer de iPhone. Rustig jij. Vorm. Rustig. Dit is geen vorm, volgens mij. Nee, dit is wel vorm. Ik denk dat je Oké, even omdraaien die vis. Hij deed het zelf wel een beetje. Ik heb zijn slime. Vis. Foto's. Geen operatie. Mag ik hem weer teruggooien? Ja hoor. Ik heb toch mijn handen wassen. Ja, je hebt ook een beetje van zijn bloed. Oh, die reflecteert in de camera. Maar ik weet niet of we dit mogen laten zien. Ik ga dit waarschijnlijk blurren. Ja, hij is... Hij leeft nog, ja. Maar dit is de vorige vis. Hij heeft zijn kiel gehaakt. Leuken. Alleen hij was een beetje te klein. We zijn de vis vergeten te meten. Ja. Wat was hij? Oh nee, hij is nog niet klaar. We zijn er weer met de volgende dag. En de video is afgelopen. Volgende outro, volgende dag. Maar ik lig hier lekker onder de dekens. Lekker warm. Dat doe ik elke ochtend. En ja. Goeie vangst gisteren. Jammer van die ene dode vis. Jammer wel. Maar we hadden ook een ijsvogel gezien eerder die dag. Zet hier maar een foto, Luca. Ja. En dat is de ijsvogel foto die ik had kunnen krijgen. Ze zijn echt bliksemsnel. En ja. Voor nu, doei. Tot de volgende keer.